Mensen, welkom. Weer een video op mijn andere kanaal. Er zijn namelijk op nu, op dit moment... Hey! Future Stars. Bizar. En die Future Stars. Daar zitten gewoon tering lekkere spelers tussen. Bijvoorbeeld, kijk, die Bellingham, die is echt tering goed. Die is wel aardig. Die Chalaba is zelfs extinct. En die Vlahovic. Die vind ik eigenlijk ook wel heel erg vet. Het is gestoord, het is fantastisch, bizar. Eigenlijk, als je nu kijkt naar mijn team is keihard. Alleen er zit één speler in en dat je denkt van... What the fuck doet die gozer daar? Maar we hebben Jorginho, hebben we hier zo. Die kan we eventueel wel vervangen door... Chumani! Figo. Ja, Figo is natuurlijk die gozer die ik bedoel. What the fuck doet hij daar? Geen idee. Niemand weet het. Niemand! Dus we gaan even kijken wat moeten we daarmee doen, weet je. Dus doe je duimpje omhoog, abonneer op het kanaal als je dat niet gedaan hebt. En nog steeds bezig met de winactie, dus ja. Abonneer gewoon even als je dat niet gedaan hebt. Doe het gewoon. Fuck it. Doe het. Je bent een vieze peuk. Doe het dan gewoon. Just do it. Dus we gaan eerst even kijken wat voor packs we uiteindelijk hebben. Want ik wil gewoon zo'n Future Stars pack, hè. Oh, Cavani, jezus. Wat een geluk. En dan deze, we moeten niet te veel bij voorstellen. Rechts buiten. De licht. Harry Potter! Nee, ja. Nee, dat slaat nergens op. De licht. Ja, dit is eigenlijk... Ja, die wilde ik eigenlijk al heel lang. Maar nu heb ik dus Varane Ruben Dias. Ga ik nooit van mijn leven gebruiken. Maar ja, ik vind hem wel een tof kaart. Dus doe het maar gewoon, weet je, wat ik de rest in deed. En, Anneke. Lekker. In ieder geval, we gaan even kijken wat we nog meer hebben qua packs. Ja, we hebben wel een 100k pakket. Ja, ze zitten er wel in. Ja. Future Star. We gaan gewoon even kijken of we überhaupt iets kunnen packen. Gewoon iets dat je denkt van, wow, dat is ziek. Ja, dit natuurlijk echt totaal niet. Gakpo zouden we ook wel gewoon even erin kunnen gooien. Dance God. Dit is die lekkere dance. Met de Trincao zouden kunnen we proberen, die is Portugees. Oh gosh, je zeker helemaal geen kans maar. Chance maar. Ja, voor de rest, ja. Ja. Smith Rowe is ook wel lachen. 4-star, 5-star Weakfoot. Ja, wat ik vind, om heel eerlijk te zijn, ik vind die Jorginho die ik in mijn team heb, vind ik eigenlijk een beetje dat je zegt overdrijven, weet je wel. Maar hey, die Ronaldo zou ik wel heel graag willen, maar ja. Die is niet te betalen natuurlijk. Bellingham is wel gewoon heel ziek, weet je. Het is gewoon een gullet, tot de max. Gewoon zo'n gullet is dat. Ja, en daar willen we toch eigenlijk wel iets moois mee, mensen. Daar willen we iets moois mee, daar willen we iets tastbaars, iets lekkers, weet je wel. We moeten eigenlijk nog even gewoon een paar spelertjes verkopen in ons team, zodat we dat kunnen toevoegen. Oh, yes, wow, ziek, abonnementering. Is die nu ook bij Barca, of? Nee. We knallen nog één keer even wat punten op, mensen. Nog één keer. Daar gaan we. 100 euro verspillen, daar gaan we. Start het muziekje maar, daar gaan we. Oh, bizar. 84 gereden. Wat kut weer, zeg. Nog een pack. Wow, wat gaat het worden dan? Kom op. Doet hij het dan? Nee. Vier. Het moet echt illegaal zijn. 20 euro uitgeven is een tieve pack. Als dit weer 84 is, dan maak ik hem nog eens af. Zeg ik jullie heel eerlijk, dan maak ik hem nog eens af. Nee, oké, ik maak hem niet af. Ach, jullie bedankt voor het kijken. Maar wat ik dus wilde zeggen is, ik heb een aantal Future Stars met jullie behandeld. En zoals jullie zagen is Figo nu op dit moment rechtsbuitenpositie bij mij. En dan denk ik echt, ja, Figo, krijg de tering. Jij bent Portugees, je bent helemaal niet zo'n hele grote legend. Je ging tenslotte van Barca naar Real, vice versa, ik heb geen idee. Die gaan we dus gewoon vervangen. En dan hebben we dus een Nederlands talentje. Die moeten we gewoon erbij hebben. Die gaan we gewoon doen. Dus ook die Cody Gakpo gaan we erbij halen. Die is gewoon fucking slecht. Ja, hehe. Maar ik zou het wel gewoon een keertje willen proberen met hem. Klinkt natuurlijk heel seksueel allemaal. Cody Gakpo, die gaan we erbij doen. En dan gaan we, en dan zien we gewoon dat het goed gaat. Dan gaat het hard. En dan gaan we met deze gasten gaan we gewoon één keer in mijn leven een keertje die Weekend League afmaken. Want dat heb ik echt al jaren niet gedaan. Dus 3 chemistry. 3? Dat is niet veel. Of 6-6 of 3? 6-6 of 7. 10-3 is eigenlijk beter. Voor de mensen die het zich afvragen, we spelen op dit moment 4-3-2-1, ja? En dan die Gakpo, die gaat hier zo, vanaf die linkerkant. Die gaat de partij inkomen, dat wil je niet weten. Hoppakee. En Jorginho blijft achter en voor de rest, ja, we gaan gewoon teringhard neuken. Neuken voorin. Neuken. Ik heb me nog zelf niet gekwalificeerd voor de Weekend League, dat ga ik nu even doen. Wij gaan gewoon even 2 poortjes laten spelen en dan gaan we gewoon even erachter komen hoe goed wij er wel niet werkelijk zijn, lieve mensen. Dus we gaan nog één keer even kwalificeren, nog één keer even janken er even in. Zie je trouwens reclame van die schaatser met die ongelooflijk dikke reet. Luis Figo, my motherfucking enemy. Zullen we niet trouwens even kijken die Messi? Is die nou nog steeds zo duur of is die nu wel te betalen? Messi. 3,4 miljoen. Ben je er nu al klaar mee? Nee, hij durft niet. Cody Gakpo, let op hè. Cody motherfucking Gakpo. Ben je nou? Kijk hier zo, alles maar naar voren. Waar is Cody? Ben natuurlijk rechtdoor. Oh, waar is Cody? Daar is Cody. Oké. Jorginho. Daar gaat hij. Let op, hè. Let op.
Hij heeft maar 4 minuten nodig. Fucking Gakpo, mate. Fucking Gakpo, mate. Fucking Gakpo. Joppa, gaat hij weer. Cody, hier zo. Let op, hè. Gaat hij weer. Is overtreding. Nope. Die Varanus. Die Varanus. Stop die vinger in plekken. Motherfucking Gakpo weer, hè. Let op. Komt die Gakpo. Hier zo. Heeft hij een paas in de benen? Oh, ja, zeker heeft hij die paas in de benen. Kut aanname wel. Terugschakelende Cody. Ho! 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 Cody! Oh mijn god, Cody. Daar gaat Ben weer. Oh, die Ben. Ah, oké. Okay. Kane, tikje weer. Tuurlijk. Gaat-ie. Linkerkant. Tuurlijk. Wat is dit voor... Nou... Als dit Figo is, dan zet ik mijn PlayStation uit. Je lult. Bedankt voor het kijken. Cody Gakpo halen. Een wereldgoal van die fucking kut. Tyfus Figo. Gaan we weer. Geel, plakje kaas. Goed. Lekker. Motherfucking Cody. Heeft hij een steekbal? Heerlijke steekbal. Op maat. Op Ben. Laat maar even zien hoe je dat doet. Oh. Heeft die tyfus keeper in. Waar is Cody? Is Cody daar? Weet. Ja, dit is dus, dit, ja, men... Hoe goed is Cody Gakpo? Mooie titel voor de video. Verontrustend is wel dat het eigenlijk gewoon niet zoveel voorstelt. Combinatie, Cody, tuurlijk. Oké, dat is een penalty. Maar we weten wie deze gaat nemen. Oké, Cody, daar ga je, jongen. Dit is jouw moment. Die knalt de bal even links. Godverdomme. Dit is kut. Dit is gewoon kut. Ik zeg jullie eerlijk, dit is kut. We zitten nu op de zondag. Een heerlijk rustgevende dag. Dag van de Heer. En ik loop alleen maar te schelden. Tyfus. Trouwens, ik zag goede mensen die reageerden in de comments. En die zeiden tegen mij. Frank, luister. Jij hebt nu Cancelo inderdaad in de verdediging. Die moet jij eigenlijk gewoon even... Kijk, die bruine. Let op. Goed faal. Moet je eigenlijk gewoon even op middenveld zetten. Klopt. Maar wie moet ik dan linksback zetten? Fucking Philip Lahm. Verwacht. Niemand die het verwacht. Dat is niet normaal. Die Ronaldo is echt serieus heel goed. Och, KDB. KDB krijgt de T. Komt-ie. Ronaldo. Gaat die Neymar weer? Wat gaat hij dan weer doen? Komt die Ben weer daar? Komt-ie. Oh, lekker gedaan. Mooie voorzet. Dieve spel. Ben, dan gaan we even wisselen met Cody. En dan gaan we even kijken wat er gebeurt. Want hij is rechts. Hij zou daar perfect moeten fungeren. Cody. Second Cody. Wat een dieve bal. Hier zo. Cody Gakpo. Tuurlijk. En doe eens. Waar is die? Dit is een overtreding. En er is maar één iemand die deze kan nemen. Kijk, weet je wat het geheim is met vrije trappen? Je zet hem dus een beetje links van de goal. Daar doe je hem dan hartstikke hard raken. Doe je hem naar beneden. En doe je een kleine hoek erin. En dan heeft hij een hersenschudding, die gozer die in de muur staat. Ja? Oh? Hi, how are you? Wat een wereldgoal. Oh, die Cody. Oh, wat een mooie bal op de lat. Wat een homo. Nee. Goeie goal. Ach, niet normaal. Nope. Komt-ie, hè? Bizarre goal. Het is over, het is uit, sluiten. Jank die Messi neer. Mensen, mag ik jullie bedanken voor het kijken? En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Ciao. Zee!